Donderdagavond was de feestelijke finish van de Scootmobiel Driedaagse op de Grote Markt in Bergen-op-Zoom. Heel hartelijk gefeliciteerd met een nieuw evenement, denk ik, voor Bergen-op-Zoom. We spraken met de organisator Adrie Stander. Ik dacht vandaag, we gaan echt de mist in. Storm, regen. Ik dacht, dit was echt heel erg. Maar het is echt geslaagd. Ik vind het echt super goed. Ook de deelnemers waren vol lof over het evenement. Ja, geweldig. Ja, hele goede sfeer onderling. Echt een saamhorigheidsgevoel. En we hebben altijd droog gehad. En het was heel leuk. Heel mooi. Ik was wel zenuwachtig van tevoren. Maar ik ben heel blij dat ik mijn eigen ingeschreven heb. Want dat zijn routes die je normaal nooit doet. Je komt net van Alter naar Bergen en terug. Maar zulke route durf je niet alleen. En georganiseerd wel. Met dit evenement was ook geld ingezameld voor het Prinses Beatrix Fonds. Voor onderzoeken naar spierziekte, multiple sclerose, een bedrag van 2000 euro. We hebben alle mensen bij elkaar gebracht. Die in de Scootmobiel vandaag hadden, Scootmobiel 3-daags hebben meegedaan. En dat is gigantisch mooi. Ik ben daar zelf heel trots op, maar ik ben alleen trots op alle mensen, op alle sponsors, iedereen die er aan mee heeft gewerkt. 4, 5, 6, 7, 8.